Good morning guys, hoe gaat het met jullie? Vandaag, vandaag is weer een hele nieuwe dag voor een hele nieuwe vlog. Ik dacht van, laat me jullie wezen hoe een actual day van mij eruit ziet. Misschien geloven jullie maar niet dat ik het echt soms te druk heb om te vloggen. Maar vandaag ga ik wel jullie alles wezen. Ik ben opgestaan. Obviously heb ik mijn telefoon niet gelijk gepakt. Ja, tuurlijk heb ik het gelijk gepakt om op de toilet te zitten, om te scrollen op TikTok. Maar ik ben gepakt. Ik heb mijn haren vandaag gewassen na lange tijd. Ik ga hem straks even feunen. We zijn vroeg wakker geworden en is dus op het toilet. We hebben straks een meeting. Gaan jullie meenemen. En ja, kom gewoon de dag met ons spenderen. Ik hoop dat jullie happy zijn, dat jullie gezond zijn en dat jullie positief zijn. Yes? Kom met ons mee. Eerst of all, heeft Julie met ons geslapen, bij ons geslapen. Because we needed a babysitter for the kids. Kijk er daar. Jule, kom in de kamer nou. Jule. Dit zijn mijn kinderen. Een mooie meisje die 2:30 is gaan slapen. Mijn jongetje ook, daar. Nee, goed, kijk niet naar mijn kussen hoor, guys. Mijn jongetje daar is weer gaan slapen. Oh ja. Zo, ik ga mijn haren nu feunen. Ik moet comfortabel aantrekken hoor, als ik mijn haren feun, want ik voeg er echt snel. Mijn haren is al zo weinig. Oh, als ik ga kammen, ga je zien hoeveel haren eruit komen. Maar goed, ga nu feunen. Very hot. Maar ja, zo ziet mijn haar er dus dan droger uit. Het mag kam hoor, zit haar aan mijn kam. Dus ja. Ik zit letterlijk op de grond aan mijn haren te doen. Met de föhn die mijn moeder al volgens mij 20 jaar lang heeft. En ik heb nu deze spiegel. Daarom vraag ik me echt af waarom bepaalde mensen bijvoorbeeld me niet mogen. Of waarom, I don't know, misgunnen or whatever. I really got nothing, man. Like, ik probeer gewoon echt simpel te leven. Ik vlog omdat ik wil wezen dat je met het simpel leven zoveel mooie dingen kan doen. En dat het oké is om een simpel leven te hebben. Mensen hebben bijvoorbeeld heel veel mooie spullen, alles wat ze nodig hebben. Maar ze zijn toch niet blij, weet je. Maar ja, it is what it is, hè. Maar goed, Nesto zit nog op toilet. Hele 2 uur lang dat ik bezig was met mezelf, zit Nesto nog op toilet. En trust me, hij poept niet, hè. Maar oké, dat zijn mannen. Dit trek ik aan. Dus Crocs had vorige maand een actie. Ik heb mijn moeder gebracht. Ik heb gezegd van ma, je mag any Crocs nemen wat je wil. Neem wat je wil. Ze heeft een biggest Crocs gekocht met zo'n hoogte. En het lijkt niet op een Crocs die we gewend zijn te zien. Het is gewoon like een schoon model. Je weet dat. Het is helemaal in een andere kamer. En dat heeft ze genomen. Ze zei van ja, ik hou van deze. Ik wil deze. En dat bedier moro allemaal. En ik heb een normale Crocs genomen. En guess what? Ze draagt van haar niet. Ze draagt van mij. Nu zit ik zonder schoen. Want iedereen heeft mijn slippers genomen. Eeuwig en altijd. Maar goed. Ik ga toch naar een paar meetings. Dus ik moet professioneel uitzien. Gonna go with this one. Thank you. We zijn in de stad, we zijn ergens geparkeerd om naar de plek te lopen. Wat dat de plek is dan? Ministerie van Volksgezondheid. Hi. Oh, dankjewel. Pas moeten we daar zijn waar Paho is. Trappen.
komen net van de meter. Ja. De minister is actually cool. Nee, is ja. Zie je waarom het belangrijk is om niet te judge, ja? Maar oké. Okay. We gaan nu naar onze andere meeting. Bij ons tweede meeting. Elke meeting wanneer we gaan. Directie. Ja, je bent geen directie, hè? Elke meeting waar we gaan kijken, die mensen kijken de papjes op. Neemt dan alsof ze willen zeggen: wat doe je hier? Het is toch geen werk, man. I do that. Je moet niet al te vriendelijk zijn als dingen, als security. Dat is ook dat zo. Weet je toch? Want mensen moeten je niet onderschatten dat ze bijvoorbeeld de rotzooi kunnen uithalen en zo. So you have to, je moet begrijpen. Ik zeg Nesto altijd: hey, is zo gewend om het negatieve van situaties van mensen te zien. Maar ik zeg hem altijd, je moet het positieve kunnen zien. Ook al gebeurt iets zo erg. Maar gewoon ik jou op een naam zit. Vraag, denk even na of ga even vanuit, wat is het positieve ervan? Drukte in de zaal, mijn moeder even halen. Ik zou net vragen, mama zit daar met een sigaret in haar mond. Kijk daar. Mama even halen. Kijk hoe ze mijn crocs dragen, mensen. Kijk hoe ze mijn crocs dragen. Kijk, is van mij, hè. Is van mij. Waarom draag je mijn crocs, ma? Je laat mij mijn laarsje aandoen. Zo'n dure crocs heb ik van mijn moeder gekocht. Toch draagt ze van mij. Toch. Het is prettig voor boy. Ja. Is lam toch? Mama eet lam met salade. Dank. Ik wat ik wil. Doei. Fijne dag. Doei. Vergeet het te vloggen. We gaan nu even jullie zetten en naar een opname. Ook zo'n kleine skate dingetje. Wat ga je? Dag Rugi, is het comfortabel? Ik heb een wens gemaakt. Oeh, wacht. Het is 11:30. Nee, 10:30. Kijk wie nog niet slaapt. Het is bijna elke dag zo, hè. Gewoon zijn we vergeten om door te vloggen. Om te zien toen we thuis waren van al die meetings en de opnames waren we gewoon sleep. We hebben niet geslapen, but we zijn gewoon vergeten. Maar we hebben alles uitgemaakt en we gaan een beetje laten slapen. Toch, mama? Dit is Ernesto in action, the things we do voor promo. Hij doet ook designwerk. Kijk hem daar. Ik begin designen. Maar goed van designen toch? Is. Maar wanneer ik zijn expertise nodig heb, dan doet hij het wel. Cito. Dus we zijn nu vroeg wakker. We hebben Brandon nodig als figurant, dus hij is ook wakker. En we're gonna film today. Toch Brandon? Vandaag hebben we 4 opnames om te doen. 4 verschillende opnames. I don't know hoe ik het ga redden, maar we're gonna do it. Nice. Hoe moet je het zelf knippen? Nee, even aan het filmen bij Aquafun. Ik heb nu ook een gift shop. Ik heb nu cabanas daar. Dus meer. Hola. Is oké. Zo leuk. Het water is nu extra pressure. En guys, wanneer jullie komen, houden jullie alsjeblieft aan de regels. En alsjeblieft let op die kinderen. Vooral zij niet die kunnen zwemmen. Let extra op die kinderen. Al is het water ondiep, laag, maar toch moet je extra op de kinderen letten. Hou de regels intact. Hier zijn de pool rules. So, let alsjeblieft op de kinderen, vooral kleine kinderen. En have fun hier. Ze hebben ook eten. Tianyu is hier.
En er is ook een kids dingen daar hier. Je kan ook reserveren, dan krijg je zo'n cabana. Of achterin voor feestjes. Dus ze gaan pas 12 uur open. Dus meestal is er ook al een rij buiten. Hi guys. Ik ben nu even thuis. Maar komt jullie groeten. Maar Winston komt je groeten, zegt dingen. Rugi. Winston. Je kent Winston nog, toch? Van SWM, denk ik. Ja, ik regel even YouTube voor mijn broertje. Want hij kan nu finally monetizen. Dus, yay! Davy, hij komt zo. Ja, kijk, je moet echt rekening houden als je vlog, guys. Met copyright. Bepaalde liederen en zo. Dus, letten jullie wel op als jullie vloggen, oké? Okay? Ik heb een fruit ijsjes voor Mietje bij Rossignol. Ik heb een fruit ijsjes voor Mietje bij Rossignol. Wie wil niet op deze? Nee. Nu pas ben je wakker, no? Nu pas ben je wakker. Ga je slapen, opa gaat weg. Opa gaat weg. Oh, ga je pa? Goed ballen. Oh. Wie is het? Mijn vlog. Huh? Wie is het? Nooit. Een beetje fietsen. Een beetje fietsen, maar. Oei. Ja, sterke. Goed zo. Sterke meisje. Goed zo. Ah. Kijk. Kom. Je lacht. Kom. Kom hier. Hi boy. Ze gaat eentje halen, hoor. Mami, kom. Fietsen. Hai toch. Kom. Zet. Boy, je doet alsof voor. Je doet alsof voor, Milen. Draai. Yeah, kom. Titit. Zet je voet. Zet je voet op die pedaal. Ja. Ja. Brandon. Brandon wil niet met dingen spelen, hè? Met buurjongen. Zo hij is. Ben niet vandaag gewoon werk. Ik heb 2 video's gemaakt vandaag. Brandon, hij was flink. Hey, hallo. Kan oma ijsje? Oma eet ijsje? Is van oma. Kwaliteit toch? Goed zo. Ze denkt aan jou. Dat is van jou. Wat zegt dat? Zeg, auto. Wat is dat? Wanneer ze het zegt, film ik het niet. Zeg nou, auto. Zeg auto. Auto. Ja. Wat is het? Hallo. Wat is het? Auto.
auto buy. Zeg nou. Ze weten het vanaf een verre. Hij lonk naar TV. Het is van de maand en het is vrijdag. Dus een paar mensen. En wij hebben afspraakjes gemaakt om te gaan hotpotten. Zo. So, basically heb ik gezegd, kom gaan hotpotten. Hebben ze allemaal gezegd van, yeah, let's go. Zo, so, we zijn hier. Met mijn man. Going upstairs. Ik ook. Same. Is het trap. Ik heb president van pension, toch? Wat? Die plek lijkt op een pension. Ik weet niet hoe zoiets eruit ziet. Ik zou denken dat het een hotel is. Dit is niet even vlog. Do you know I want your love? You love me. I like me. Ik mag gewoon praten over ze, want ze kennen ons niet. Ik film. Okay. Huh? Yeah.
Guys, oh my gosh. Oh, don't mind me hoor. Ik draag gewoon echt dezelfde jurk zoveel dagen. Hiervoor, mijn zusje wel. Momentje. Hi guys, boy. Ik heb zo gemist om te vloggen. Vanaf eergisteren had ik gewoon mijn telefoon genomen en gewoon alles gevlogd wat we deden en nou. En dit was funny fun te doen. Daarom heb ik nu al een vlog in plaats van dat ik jullie wekenlang of langer dan een week laat wachten. Maar I'm here and I'm gonna pick up the pace. En we gaan leuke dingen doen. We gaan leuke periode tegemoet. Papa? Next. So, ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. We hebben heel veel kunnen doen. Het is weekend. Ik moet weer werken. Elke dag moet ik werken. En elke dag moeten we werken. Ik maak altijd die fout bij was. Anyways. Ik hoop dat jullie gezond zijn, dat jullie wel zijn, dat jullie happy zijn, dat jullie al hebben gegeten. Brandon. En thank you so much for watching the vlogs, for supporting me, dat jullie nog steeds hier zijn, dat jullie nog steeds alle liefde aan me geven. En ik ga vanaf nu ook proberen om op de comments te reageren, weer. Want ik deed het een tijdje niet en ik voel me zo schuldig daarbij. En thank you so much guys. Ik apprecieer jullie, ik ben jullie dankbaar voor... Alles, jullie hebben me heel lief veranderd. Echt. God en jullie hebben alles voor me veranderd. Voor ons veranderd. So, I am very appreciative en zo dankbaar. Zelfde, hè? Dus, thank you. Like, comment, share, subscribe. You know what to do. Tot de volgende keer. Bye!